Breda Nu. Je weet het meteen. Traditiegetrouw vond ook dit jaar op de eerste woensdag na de Tour de France de Acht van Kaam plaats. De Acht van Kaam is het oudste wielercriterium van Nederland. Alweer voor de 78ste keer fietsten niet alleen de profs, maar ook junioren, beloften en dames hun rondjes rond de kerk.